Yes, hallo allemaal. Mijn naam is Jip Heimerink. Ik ben een cultuurvlogger voor My Daily Shot of Culture. En allereerst super dat jij weer kijkt naar de nieuwste aflevering van Thuismuseum. Ik mag weer naar een prachtig gebouw, een leeg gebouw nu, en dat bij jullie thuis brengen. En ik begin hier even in een beetje gek hoekje, maar wel buiten, want ik sta op echt een hele bijzondere plek. En dat is het Vredespaleis in Den Haag. Ja, het Vredespaleis. Daar is nu het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties onder andere gevestigd. En normaal zijn hier natuurlijk allemaal rechtszaken en is dit heel moeilijk toegankelijk voor jou als bezoeker. Je kan trouwens wel een rondleiding boeken, normaal natuurlijk. Maar nu ook alles dicht en ik mag jullie vandaag meenemen. Daar ben ik enorm vereerd over. Ik loop er even uit de wind, want anders kunnen jullie mij niet zo goed verstaan misschien. Voordat we naar binnen gaan, even een kort geschiedenislesje. Het Vredespaleis is eigenlijk ontstaan door de eerste vredesconferentie op initiatief van Tsaar Nicolaas II uit Rusland in 1899. Er kwamen 26 landen bijeen die de vredesconferentie gingen houden. En daar zijn eigenlijk twee dingen besloten. Eén, er moest een vredespaleis komen. En twee, het Hof van Arbitrage werd gesticht. En dit Vredespaleis is er uiteindelijk in 1913 gekomen, omdat er eerst geen geld was. En toen is de staalmagnaat Andrew Carnegie heeft een donatie gedaan waardoor dit gebouw gemaakt kon worden. Ik ga er nog één keertje even van aflopen, zodat jullie het helemaal kunnen zien. En kijk ook even naar deze prachtige tuin die ook achter het gebouw zit. Goed, ik ga eventjes nog verder naar achter lopen. Dan kunnen jullie het zien. Daar gaan we. De grote klokkentoren. Goed, we gaan naar binnen. Ik heb heel veel aan jullie te laten zien. En heel vet. Ik heb een, ik moet hem even afhalen, een bezoekerspasje gekregen die deuren kan openen. Dus dat is wel heel erg gaaf. Dat mag ik dus nu doen. Bij hoge uitzondering. Nou jongens, welkom in het Vredespaleis. Ik begin even, ik moet eventjes die aan jullie laten zien. Dit is het hart van het gebouw, waar eigenlijk meteen een soort van de lijfspreuk van het Vredespaleis genoteerd is. In het Latijns, niet mijn sterkste kant, maar ik ga het toch even voor jullie proberen. Sol justitia illustra nos, oftewel laat de zon der gerechtigheid ons verlichten in het Nederlands. En ja, het geeft eigenlijk al aan waar dit gebouw natuurlijk voor staat. Dat door middel van recht we een vrede kunnen hebben. Ik ga even door. Ik heb heel veel om jullie in te laten zien. Hier is een prachtige trappengalerij en daarboven staat een standbeeld Vrouw Justitia, geschonken door de Verenigde Staten aan het Vredespaleis. En er zijn hier in totaal nu, vandaag de dag, 40 objecten die door verschillende landen zijn geschonken aan het Vredespaleis. En zo hebben ze eigenlijk samen gebouwd aan dit Paleis van de Vrede. Ik ga jullie ook even het plafond laten zien. Het is echt prachtig. Dit plafond is een schildering gemaakt door de kunstenaar Herman Ross. Je zou hem eigenlijk ook een beetje kunnen zien als een soort binnenhuisarchitect. En hij heeft heel veel schilderingen en kunstwerken hier aan de muur heeft hij ontworpen en gemaakt. En er is nog wel een tof verhaal, namelijk ga ik het even proberen aan te wijzen. Dat is die dame. Je ziet daar een dame met een baby of een kind in haar hand. En het schijnt dat Herman Ross hier als jonge kunstenaar verliefd werd op de assistent van de tuinman. En haar eigenlijk als model heeft gebruikt voor dit figuur. En dit is trouwens de godin Irene, die symbool staat voor de vrede. Maar die komen we nog wel vaker tegen hier. Goed, we gaan door. Zien jullie mij? Zo, hallo, daar ben ik weer. Het is echt ongelooflijk. Ik kijk mijn ogen hier uit. Het is een en al marmer en al die prachtige objecten dus die hier zijn geschonken door al die verschillende landen. En ik ga een aantal van deze objecten met jullie bekijken.
Kijk nou toch, ook weer deze prachtige muurornamenten, versieringen. Goed, erg opvallend deze vaas. Dit is een vaas die geschonken is door Nicolaas II, waar we het net al over hadden. Die dus in 1899 eigenlijk de initiatiefnemer was voor het Congres van de Vrede, waaruit vervolgens dit Vredespaleis is ontstaan. En je kan het herkennen, dan stop ik even. Hier zie je het wapen van de Romanovs. En dat is de familie, dus de laatste tsarenfamilie waartoe hij behoorde. Die in 1918 werden vermoord en afgezet. En deze vaas is echt ongelooflijk zwaar. Het weegt 3200 kilo. En de vloer die moest zelfs helemaal, waar het op staat, moest extra gefundeerd worden omdat het anders niet paste. En dat komt omdat deze vaas is gemaakt van het gesteent uit het Oeralgebergte in Rusland. Ik vind het wel prachtig. Het heeft dus een beetje turquoise-grijsachtige kleur. Ja, fantastisch. Goed, we gaan door. Ik ga eventjes versnellen, want het gebouw is best wel groot. En ik wil jullie natuurlijk wel alles een beetje kunnen laten zien. Dus ik ben zo bij jullie terug. Ik vertelde net al dat er dus allemaal geschenken zijn van verschillende landen die bijgedragen hebben aan het Vredespaleis. En een van de meest opvallende geschenken is toch wel deze fontein. Die is geschonken door door Denemarken. En dat kun je ook wel een beetje herkennen aan alle zeeleeuwen en ijsberen die hierop te zien zijn. Die natuurlijk inwoners zijn van Groenland, wat onderdeel is van Denemarken. En het idee was dat die al vrij snel na de opening in 1913 geschonken zou worden. Maar eerst werden de ontwerpen nog even op wat internationale tentoonstellingen getoond. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog, dus daar hebben ze een beetje vertraging mee opgelopen. Uiteindelijk is het dus na de Eerste Wereldoorlog hier naartoe gekomen. En is het in 68 kratten met porselein en 37 kratten met graniet is het hier naartoe verscheept. En door Denemarken werd er al gewaarschuwd dat het porselein erg kwetsbaar was met kou. En dat bleek ook waar te zijn, want na een paar jaar ontstonden er barsten in het porselein. Maar het is nu recentelijk weer gerestaureerd. Hij staat nu eventjes uit vanwege de coronamaatregelen en het onderhoud, wat natuurlijk nu wat lastig is. Maar dit is wel een prachtig ding, moet ik zeggen hoor. En normaal komt er dus water uit de vissen hier en uit de zeeleeuwen. Heel tof. En kijk ook eventjes naar de binnenkant van de fontein. Golfjes met water. Nou, we gaan weer door. Het is wel echt vet toch, dat ik hier gewoon mag zijn. Echt gaaf. Het is wel echt een heel mooi gebouw. Ik draai nog even een rondje hier. En het weer helpt natuurlijk ook wel mee. Heel gaaf. Hier is de bibliotheek die naast dus het Hof van Arbitrage en het Internationale Gerechtshof ook hier gevestigd is. En dit is echt een plek waar allerlei studenten en juristen over de hele wereld naartoe komen om onderzoek te doen. En hier zie je maar een klein stukje. Het schijnt dat er 22 kilometer aan planken onder de grond hier staan met boeken. Dus dat is echt ongelooflijk. Een deel van de bibliotheek is volgens mij nu ook verhuisd naar het nieuwe gedeelte. Dus daar zijn we nu niet natuurlijk. Maar die bibliotheek is eigenlijk ook al vanaf oudsher. Dus dat is wel tof om te weten. Zo, dan komen we aan bij een bijzondere wandversiering. En dit is een plattegrond van het hele Vredespaleis. Even kijken, kan ik meteen even vertellen waar wij zijn. Ik ben bij 15 begonnen, dus even omhoog. Hier begon ik de vlog. Toen zijn we zo gelopen, ben ik hier naar waar de vaas stond, de Russische vaas. Hier door de gang, even voorbij dit standbeeld. Hier het hoekje omgegaan en ik sta nu bij nummertje 1. Deze, waar hier nu dus deze plattegrond hangt. En op deze plattegrond staan ook de belangrijke data vermeld. Die te maken hebben met de stichting dus van het Vredespaleis. Waaronder dus
1899, waarmee toen het open ging. Of sorry, toen de eerste Hof van Arbitrage bij elkaar kwam en gevestigd werd. Deze plattegrond is gemaakt door de aardefabriek Rosenburg, die korte tijd maar opereerde, maar wel beroemd was in Den Haag. En die heeft deze plattegrond gemaakt, maar ook alle tegels op de muren. Die staan symbool voor de stichtingsdatum van het Vredespaleis, namelijk de datum 1913. En eigenlijk wordt hier verbeeld 4 september, eigenlijk was dat niet waar, want dat is wel een mooi verhaal. 28 augustus was de werkelijke datum dat het Vredespaleis openging, maar daarbij stonden de sterren ongunstig. Want dit is dus een soort astrologische vertaling van die stichtingsdatum. En toen dachten ze, nou dan doen we gewoon 4 september, want dan staan de sterren gunstiger. En die zie je hier overal rond deze gangen aan de achterkant. En dit is dan ook weer volgens een ontwerp van Herman Ross, die dus ook aan het begin die muurschildering had gemaakt. En eigenlijk verbeelden deze beelden ook allemaal belangrijke mensen die belangrijk zijn voor het recht en de vrede. Bijvoorbeeld daar, ik liep er even snel voorbij, maar dit standbeeldje daar in de achtergrond, dat is Aletta Jacobs bijvoorbeeld. Hierboven zie je mooie glas in lood, die eigenlijk de verschillende fases van het aardse leven, dus bijvoorbeeld de seizoenen, de maanden, en eigenlijk zijn die hier geplaatst omdat ze zeggen, er zijn bijvoorbeeld geen hemelse afbeeldingen, met het idee dat juist op het aardse leven de vrede van belang is en van vitaal belang, waar natuurlijk dit Vredespaleis voor staat. Oké, nu komt de climax, het hoogtepunt van deze rondleiding. Dat is dat ik een bezoekje mag brengen aan het Internationaal Gerechtshof van de VN. En misschien wel bekend van grote rechtszaken. Onlangs nog Myanmar en Gambia. En ik mag hier jullie mee naartoe nemen. Normaal is het soms wel toegankelijk ook voor publiek, maar het is heel vaak vol. En ik mag het nu natuurlijk helemaal in mijn eentje zien, dus dat is echt fantastisch. Gaaf toch? International Court of Justice. Mensen. Hier achter deze tafel zitten de 15 rechters. Achter elkaar. En als het twee landen. Hier worden vooral de zaken die uitgevochten worden tussen twee landen, zoals ik net vertelde, Myanmar en Gambia bijvoorbeeld, worden hier uitgevochten. De twee landen natuurlijk, eentje aan de ene kant, de andere aan de andere kant. Vroeger, begreep ik, zaten de rechters daar, ze kwamen door die deur naar binnen en gingen daar zitten, maar dat is veranderd. En het idee was dat die rechters dus vroeger ook zaten tegenover deze glas-in-loodramen. Ik draai even de camera om, dan kan ik met jullie meekijken. Zo. Deze glas in loodramen, het zijn er 4 trouwens. Je ziet er hier 2, 3, 4. Waarvan de belangrijkste is tegenover de rechters van vroeger, dus waar de rechters vroeger zaten. Dat is dus deze. En eigenlijk verbeelden deze 4 ramen een soort van 4 fases in het leven van de mensheid of in de geschiedenis van de mens. En deze ramen zijn trouwens geschonken door Groot-Brittannië. Aan het Vredespaleis. En je ziet het eerste raam verbeeld de oertijd. Dit is de tijd van de veroveringen. De tijd van de moderne tijd, dus met de industrialisatie. En dit is een soort toekomstvisie wat vrede beoogt. Dus dat is natuurlijk het doel van de toekomst. Vandaar dat de rechters daar tegenover zaten. En als je goed kijkt, hangt even een kroonlucht ervoor. Maar je ziet daar best wel wat rood in het raam. En dat stond voor eigenlijk de soort van bloederige tijd, namelijk de tijd van de veroveringen. Terwijl bijvoorbeeld de oertijd en de toekomst zit heel veel wit, dus dat stond voor vrede. Wat je hier ook ziet is een heel groot schilderij, ik geloof dat die 5 bij 6 meter is.
Die ook wel verbeeldt wat er hier natuurlijk gebeurt in deze zaal. En dat is bovenin, dan zie je een figuur, vrouw Justitia met haar hand omhoog. Die wordt bijgestaan door twee advocaten. En onder zie je godin Irene, waar we het al helemaal aan het begin ook over hadden. Die de godin van de vrede is. En die heeft een olijventak in haar hand, wat natuurlijk voor vrede staat. En zij stuurt de vechtende ruiter hier weg. En andere ruiters. En staat tussen hen in om op die manier de vrede te bewaren. Ik draai nog even een rondje. Het is wel vet hoor, om hier te zijn. Zo, ik ga er even bij zitten, want dat mag. Dat is wel gaaf. Dit was het alweer. Ik ben alweer lang genoeg aan het praten, volgens mij. Het Vredespaleis wordt op dit moment beheerd door de Carnegie Stichting. Dus door natuurlijk de stichter Andrew Carnegie, de donateur als het ware. Maar de stichting beheert het en is ook de eigenaar. En die zorgen dus dat de hoven, het gerechtshof, hier kan plaatsvinden. Maar ze hebben ook tot doel om evenementen om vrede te bevorderen te organiseren. Nou, ze hebben een bezoekerscentrum. Je kan hier een rondleiding boeken normaal. Kan natuurlijk nu allemaal niet. Dus een groot deel van hun inkomsten is weggevallen door de coronamaatregelen. En ik kan je zeggen, het is echt fantastisch. Ik ben ook trots op dat wij in Nederland dit faciliteren als het ware. Maar ja, ook zij kunnen jullie donatie dus heel goed gebruiken. Onder de video staat een knop, daar kun je een donatie doen. Maar hou ook vooral de website in de gaten van het Vredespaleis. Je kan trouwens ook vriend worden mocht je dat leuk vinden. Maar alle kleine beetjes helpen. En ja, vergeet niet als het weer open is dat je hier naartoe kan en een rondleiding kan boeken. Het is echt aan te raden. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En ik zie jullie hopelijk snel bij een volgend Thuismuseum.